De Junior Chamber International, JCI Suriname, heeft vandaag haar jaarlijkse Annual Assembly gehouden. Tijdens deze vergadering komen de besturen van alle afdelingen van JCI Suriname bijeen als start van het nieuwe jaar. Het thema voor 2020 is Building Bridges Towards Sustainable Development. Tijdens deze vergadering zijn ook de nieuwe voorzitters van de diverse afdelingen geïnstalleerd. Rocher Wong, National President JCI Suriname, zegt dat op deze eerste vergadering alle projecten die gepland zijn voor dit jaar besproken en goedgekeurd zijn. Wong vertelt hoe de vergadering verder is verlopen. Maar meer nog hebben wij ook vandaag onze keynote speaker, dat is Mrs. Margaret Williams van de United Nations Development Fund, die hier is gekomen om ons een beetje meer te vertellen over het werk dat de VN doet hier in Suriname met betrekking tot de duurzame doelen of de Global Goals. We gaan dus dat bespreken vandaag. En natuurlijk is het een moment waarbij wij als organisatie samenkomen om ervaringen met elkaar te delen en ook om een evaluatie te doen van het afgelopen jaar. Dat was Rocher Wong, National President JCI Suriname. Hij sprak vanmorgen bij de jaarlijkse Annual Assembly van JCI Suriname.